Er was gedonder over omdat Kim Kardashian me aan had en ze kwam als laatste op de rode loper. Maar er waren twee dingen waar de halve wereld over viel. Eén was dat ze, om in de jurk te passen, in 3 weken tijd 7 kilo was afgevallen. Ja. En omdat het de echte jurk was en geen replica. En het is een museumstuk. En onder conservatoren en curatoren geldt eigenlijk de norm van je mag zoiets niet aantrekken. Het is een museumstuk, dus erfgoed blijf je vanaf. En dit is. Ja, ze proberen hem niet dus afgevallen en wel. Nou, dit was de eerste fitting. maar je moet bedenken, het is een jurk van 60 jaar oud. Heel fragiel. En hij is van heel losgeweven zijde gemaakt. En er hangen 2500 kristallen en nog een 6000 strassstenen aan. Waardoor dat natuurlijk de zwaartekracht gaat trekken. En als er ook nog van die handen aan zit met handschoentjes. En ik heb begrepen van Madelief van Hee van het Kunstmuseum in Den Haag. Dat je dat juist niet met handschoenen aan moet pakken. Want dan voel je dus de spanning niet. Maar deze jurk heeft echt zwaar te lijden gehad. Alleen hier al onder en aan die tocht op de rode loper. Ze heeft hem alleen aangehad vanaf het begin van de rode loper. Waar een kleedkamertje stond. En dan de minuten dat ze moest poseren de trap op. Ging bijna niet. Daarna heeft ze hem vervangen voor een replica. Maar het is. In de museumwereld is dit echt een hele grote schande. Ik begreep dat die 60 jaar lang, als ik me niet vergis, is bewaard op een bepaalde temperatuur, aangepast op de stof van deze jurk. En dat als het in aanraking met zweet, parfum en make-up komt, dat het dan kan beschadigen. Dan is het eigenlijk, als je dat zo bedenkt, kan je je bijna niet voorstellen. Ja, ook al is het maar voor even. Ja, maar het is alsof je de Mona Lisa even in een kroeg hangt waar nog gerookt mag worden. En er dan eventjes een stukje van afhaalt om je kauwgom weg te doen. Maar wie heeft dit in hemelsnaam bedacht dan, dat dit kan? Kim Kardashian is een vrouw die graag aandacht krijgt. En die ook heel goed weet hoe ze dat moet genereren. Ja.